8 jaar geleden besloten Ad Vlems en Monique Vissers hun leven radicaal om te gooien. Ze verlieten hun huis in Tilburg voor een braakliggend terrein in Boekel, om daar hun droom werkelijkheid te maken. Ze hopen dat Ecuador Boekel een voorbeeld wordt voor ons allemaal. It all started 5 years ago, when our son was about 1 year old. We wanted to give him a better future, so we wanted to live more sustainably. We wanted to grow our own food, generate our own energy, even build our own house with our own bare hands. And we didn't want to do that alone, because frankly, we had no idea how to do any of that. In Boekel wordt ook aan een soort utopia gewerkt, namelijk het eerste ecodorp dat in Brabant moet komen. Dat betekent voor zo'n 35 gezinnen zelf het huis bouwen, energie opwekken, groenten verbouwen en nog veel meer. Want de bewoners moeten voor meer dan de helft in eigen behoeften voorzien. Mijn droom is dat het leuk wordt in het ecodorp, dat niemand zich verveelt. Mijn droom is dat we een super inspirerend ecodorp worden, waarin het allerlei mensen echt compleet helemaal tot hun recht gaan komen. Dit is de plek waar onze woningen komen. Dus hier komen 3 cirkels. Dit is het mooie grote veld. Ja, dit mooie grote veld is de plek waar 30 woningen straks komen in 3 cirkels die eruit zien van boven als een zonnebloem. En elke woning ziet eruit als een zonnebloemblad. En als de eerste cirkel klaar is, dan verhuizen de meeste mensen naar die nieuwe cirkel toe. Daarna komen er hier nieuwe mensen wonen en dan gaan we met een nog grotere groep de tweede cirkel bouwen. Het is niet zo van nou je geeft je op en nou kom maar en je komt hier, je bent hier, klaar. De kennismaking is daarbij een best een wat langduriger proces. Daar heb je met elkaar zeker ook wel inspraak in. Hoe je bij iemand voelt of niet, met de mensen en of je prettig samenwerkt met iemand. Ja, de rest is afschroeven. Ja. In dat proces kom je dat wel tegen of zij bij jouw project passen. Dat is gewoon een afspraak dat iedereen zijn eigen identiteit heeft en mag zijn wie die is. En dat vind ik hier juist heel erg fijn. Het voelt ook heel veilig. Het komt niet aan waaien in Ecuador, je moet wel wat over hebben. We hebben nog zeker voor deze fase nog 2 gezinnen nodig, of 4 alleenstaande. En daarna gaan we 30 woningen bouwen, dus dan hebben we nog veel meer mensen nodig. Ad en Monique voeren uitgebreide gesprekken met mensen die serieus overwegen om in het ecodorp te komen wonen. Het moet wel klikken. Want het is gewoon heel belangrijk dat we weten dat, dat het voor jullie klopt en dat het voor ons klopt. Toen ik een zoon kreeg, toen besefte ik van ja, ik weet dat we als samenleving moeten veranderen. Dan moet ik er ook iets aan doen, want ik heb ook de verantwoordelijkheid, nu ik dit weet, om daar iets aan gaan te doen. Dus voor mijn zoon, om hem een duurzamere samenleving, een duurzamer voorbeeld te geven, dacht ik van ja, ik moet laten zien dat het anders kan. Omdat het klimaat gewoon heel erg aan het veranderen is. Ik ken die zorgen ook. Ik kan daar echt wakker van liggen. Ja, ja. Maar hoe verhoudt dan het dorp wat we dan van plan zijn te bouwen zich tot die hele grote problemen? Wat hoop je dan? Er zijn 2 dingen die we als mensheid moeten doen. Is zorgen dat we stoppen met alles wat CO2 in de lucht inbrengt. En stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen en bouwmaterialen. Ja. En wij proberen daar een voorbeeld in te zijn. Dus het is niet zo dat jullie hier op een heel klein stukje grond heel erg goed bezig gaan zijn. Maar jullie willen het echt groter maken. Ja, echt, wij willen niet alleen het voor onszelf goed hebben. Wij willen dat het zich verspreidt. Ja. En dat het bij andere wijken in Nederland ook gebeurt. Ja. 2 jaar in een container zit. Ja. 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 Nou ja, ik waarschuw me erin. Nee, dat hebben we natuurlijk ook gezien. Ja. En dat is wel inderdaad een dingetje. Je kiest niet nu voor een kant-en-klaar dorp. Waarin je leuk ecologisch gaat zitten. Leven en tuinen. En eigenlijk kies je voor de weg ernaartoe. Wat verwacht je van nieuwe bewoners? 2 dagen in de week vragen wij voor mensen om tijd vrij te maken om mee te bouwen en mee te doen en aanwezig te zijn en mee te helpen. En dat is ook nodig, hoor, want als je dat niet doet, dan duurt het gewoon 20 jaar voordat de huizen klaar zijn. En dat wil je niet. Je wil dat het doorgaat en dat het snel gaat. Want
Je kunt niet te lang in een bouwfase zitten. Dat haalt energie weg. Dus die bouwfase moet je gewoon lekker snel door kunnen gaan. En daarvoor heb je handjes nodig. Ja, mooi is dat. Het Ecodorp inspireert veel mensen. En Ad en Monique geven wekelijks uitgebreide rondleidingen. Nou, welkom allemaal. Dit is een apparaat wat van regenwater drinkwater maakt. Een industriële hennep, dat heeft de bijzondere eigenschap dat het heel snel groeit. En de vezels van die plant die gebruiken wij om ons huis mee te isoleren. Het is een systeem wat twee wereldproblemen oplost. Dit is een soort superfilter. En daar zit dus echt heel zuiver drinkwater in. En een ander wereldprobleem wat het oplost is extreme regenval. Dat kost onze samenleving 100 miljoen per jaar. En dan wordt het opgelost doordat dit een soort buffer is. Zijn dit soort contacten dan belangrijk voor jullie? Of doe je dit er gewoon een beetje bij voor zo'n school? Het naar buiten brengen is een ontzettend groot onderdeel. Het versterkt ook het netwerk. Het zorgt ook ervoor dat wij organisaties erbij krijgen die het heel interessant vinden van wat we doen. En ons daarmee willen helpen, maar ook zichzelf daarmee verder willen helpen. Onze vloerenman. Producenten van nieuwe duurzame bouwmaterialen komen deze graag testen in het Ecodorp. Vandaag is dat een bedrijf dat vloeren maakt van afvalmaterialen, zoals cacaodoppen en eierschalen. Deze vloeren hebben we wel al getest. Zijn goed bevonden, maar ja, de praktijk moet het toch uitwijzen. Ja. En Ad vindt het niet erg om even een beetje door een vloer te zakken. Ja. We hebben liever dat het fout gaat en dat we daarvan leren, dan dat we niks proberen en gewoon weer door blijven gaan op de oude manier. Ja. Wij mogen bijvoorbeeld niet gecertificeerde producten hier uitproberen. En wij staan genoemd als project in een wet. En daardoor mogen wij uitzondering vormen op het bouwbesluit. En als het bij ons goed werkt, dan wordt het bouwbesluit aangepast. Dus dat betekent dat de overheid bereid is bouwwetgeving aan te passen op basis van experimenten in Boekel. De droom van Ad wordt dus heel serieus genomen. Waar hoop jij op als je hier woont? Ja, dat is lastig, want het is... Ik krijg natuurlijk helemaal geen garanties hoe het hier gaat worden. Kijk, de garantie die ik krijg is dat de komende jaar dat het hier een bouwput is. En dat we heel hard mee moeten werken. Dat is eigenlijk de enige garantie die we hebben. Maar het feit dat je hier toch een soort van kleine samenleving met elkaar hebt, dat heeft voor mij meerwaarde. Andere mensen zouden zeggen, dat zou ik te benauwd vinden. Voor mij heeft dat een meerwaarde om met meerdere mensen een beetje voor elkaar te zorgen. En ik denk, als we iets met elkaar voor elkaar kunnen krijgen, daar kan echt de wereld wat aan hebben. Wat was het enorm inspirerend om bij jullie bijeenkomst van het syndicaat te mogen aansluiten in Mannheim. Een groot doel van onze woongemeenschap en dit project is om het voor veel, veel meer woongemeenschappen mogelijk te kunnen maken, zelf te bouwen, zelf georganiseerd te leven en hun doelen te behalen. Het syndicaat past daar geweldig bij. Daarom is Vrijkoop opgericht. En Vrijkoop is de Nederlandse zusterorganisatie van het Mietshuizen Syndicaat. En wij zijn het eerste project van Vrijkoop geworden. Maar we kunnen daarbij wel jullie hulp hard gebruiken. Om deze grond te kunnen aankopen, hebben we hulp nodig. We hebben van het CDA uit Boekel een deadline gekregen van 1 december 2018. Dat betekent dat wij het bedrag van 1,5 miljoen voor 1 november binnen moeten hebben. En we willen dat doen door middel van een crowdfundingactie. Je kunt bij ons certificaten kopen tegen 2% rente, zodat we dat bedrag bij elkaar kunnen halen. En daarmee onze woongemeenschap, maar ook Vrijkoop en daarmee vele Nederlandse woongemeenschappen te ondersteunen en die kickstart te geven. En we hopen jullie ook in Freiburg te ontmoeten.